Dingen uitbeelden, kan ik ook dingen uitbeelden. Zie, heb ik een pantomimespeler uitgebeeld. Imitaties kan ik ook. Imitaties, je kan Toon Hermans imiteren. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Toon Hermans. Doe ik allemaal live imitaties. Playback kan ik ook. Ik heb een tijdje gewerkt op de hoorspelafdeling van Avro. En u kent het hoorspel. Tuinman Robert Paul. Butler Robert Paul. Commissaris Robert Paul. Robert Paul Donald en Marcas. We waren een keer bij de Avro het grindpad kwijt. En nu is een grindpad het geluid bij een hoorspel. En Robert Paul was er ook nog niet. Dus we zaten helemaal zonder geluid. Het enige geluid dat er nog was, was het geluid van de telefoon. Ik denk, ja, gooi overal maar geluid van de telefoon in. De commissaris stapt uit zijn auto. De commissaris loopt over het grindpad. De commissaris opent het tuinhek. De commissaris loopt naar de voordeur en belt aan. Ik denk, hey, het geluid van de deurbel is er weer. Nee, bleek dat er echt iemand aan de deur was. Dus ik doe de deur open, staat er Robert Paul. Ik zeg, Robert, jij hier? Hij zegt, ja, ik probeer al een half uur te bellen. Ja. Dames en heren, oerwoudgeluiden, Robert Paul. Robert, kom er maar in. Wij horen hier de koekoeksbloem, de passievrucht. Ik wil zeggen dat ik me voor 1000% aansluit aan wat men van het gezegd heeft. En een verdwaalde anjer. All the money die zit, in een echoapparaat. Kijk, dit is dus typisch playback wat ik nu liet horen. Nu kan ik ook live. En live is weer een slag moeilijker dan playback. Ik zal het demonstreren aan de hand van dit orgel. Uit de orgel komt het volgende geluid. Druk ik een verkeerde knop in? Heb ik mij ook altijd al afgevraagd waarom men verkeerde knoppen op je apparaat maakt? Komt dat nog akelig precies met die apparatuur, hè? Ja, ik kan natuurlijk ook kunnen gaan spelen met de stekker eruit, maar wie luistert er nou naar een orgel waar geen geluid uit komt? Ja, een doof iemand. Ik kan natuurlijk ook gaan playbacken, maar dat is mij te makkelijk. Live is moeilijker dan playback. Ik zal het dus demonstreren aan de hand van dit orgel. Uit de orgel komt het volgende geluid. Dus laten we maar zeggen, dit is live. En dit is playback. Zie, en u schijnt dus dit, dat schijnt moeilijker te zijn dan dat. Nog een voorbeeld. Uit de orgel komt, zoals u onderhand wel weet, het volgende geluid. Heb ik opgenomen op de cassette, dan klinkt het als volgt. Zie, nu is dus dit live en dat playback. Waarom weet het niet, maar volgens Jacques Ancona is dit moeilijker dan dat. Dan nu, live. Toch maar eerst een liedje playback.
Playback. Zie. Zie, nu is dus dit. Is playback. En dit. Is live. Dan nu. Live. Een lied aan het orgel. Nu vermoed ik eigenlijk dat u niet zeker meer weet of dit echt live is of playback. Tenminste, daar gok ik nu wel op. Ik kan u verzekeren, dit is echt live. En indien u mij niet gelooft, dan bent u toch wel met me eens dat dit... ...verdomd knap geplaybacked is. Dan nu, live... Ja, live. Een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt... ...een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog recht omschaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat heet de Elfsterentocht. Ik heb er een lied over en het is natuurlijk in dit genre een overbekend feit dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, slaat het niet aan. Zit er te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat, ja, mij zegt dat niks. Dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op. Net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek. Nu. Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook wel niet zo groot. Het voornaamste verschil is dat het schouwburgpubliek zichzelf had overschat. Eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks alleen als u zult zien ervan niks te lachen. Steeds weer als er vorst is, denkt de Fries vorst en controleert het water op de dikte van de korst. Koorts in elf steden, kan de tocht gereden, het antwoord komt vanzelf. Van de raad van elf, de Elfstedentocht, zo verknocht aan Berenburg, Berenburg. Zie, dit was echt zo'n liedje, echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op. Niet te veel, half toontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond. Opa Nauta heeft de tocht ooit eens gemaakt. In alleen een onderbroek en verder poedelnaakt. Ben speciaal vertrokken, klumde hij, want ik ben al oud. In een lange onderbroek en nog heb ik het koud. De Elfstedentocht in de bocht met Berenburg, Berenburg. Oh, niet echt, dat is geweldig, hè? Tjibbe, Sjoerd en Wibbe, die zouden het wel rooien. Tjibbe, Sjoerd en Wibbe, die zaten mooi te klooien. Zijn in een wak gereden, volledig overleden. Zo heb je het over vriezen, zo heb je het over dooien. De zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt er wel een enorme klapper in de werkje. Dus laten we voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, half toontje. Opgevaardigd dat u zegt, ja, vind ik toch jammer dat hij dat doet. Had van mij niet gehoeven. Maar ja, schrijven is schrappen, weet ik daar, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog... iets op. Oeh, hij heeft er zin in. Over dooi gesproken in Wereldoorlog 2.
werd hij vaak verreden, het weer zat vreselijk mee. Een koude oorlog, dat is waar, drie schaatsers vroren dood. Was toen niet zo'n bezwaar, het ging van de grote hoop. De Elfstedentocht, oh wat bocht, is Berenburg. Ja, dit is dan zo'n couplet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd er daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven we dus onze liedjes.